Het kabinet heeft aangekondigd dat zwemlessen en afzwemmen voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf 16 maart weer mogelijk wordt. We spraken hierover met Dogan Cornijlen van Optisport. Ja, daar zijn we wel heel blij mee. Dat is natuurlijk nog altijd de core business van Optisport. Hè. De zwemlessen, dat is gewoon het belangrijkste onderdeel. Maar buiten dat, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat die kinderen weer de zwemlessen hervatten. Gewoon in het kader van veiligheid. Dus het is echt nodig. Hoe groot is de achterstand die weggewerkt moet worden? Ja, dat is best wel lastig inschatten. Wij zijn ook helemaal niet gewend om kinderen 14, 15 weken niet in de les te hebben. Dus dat zal er een beetje omspannen. Dus we zijn heel benieuwd wat we aantreffen. Maar we vermoeden wel dat x aantal kinderen weer best wel wat stappen terug hebben gedaan. Dus het wordt spannend. En moeten jullie nog speciale maatregelen treffen om weer zwemles te kunnen geven? Ja, zoals gisteren duidelijk te horen, de ouders mogen niet op zwemzaal. We moeten die route goed gereguleerd hebben. Ze mogen niet douchen, ze mogen wel omkleden. Snel erin, snel eruit. Ja, eigenlijk wat we al gewend waren van voor deze lockdown. Dus dat is op zich niet nieuw, maar daar zullen we ons wel aan moeten houden uiteraard. En de grootte van de groep, wat kunt u daarover vertellen? Nou, daar zitten geen restricties in. Dus we mogen gewoon normaal de groepsgrootte aanhouden die wij gewend zijn. Hoe was het om zo lang niet les te kunnen geven? Ja, gek. Heel moeilijk, lastig, want we weten allemaal wat er gaande is. Dus het is één grote gemene deler over de hele wereld. Hè. Dus wat dat betreft troost dat wel. Maar het is natuurlijk bij ons, in onze sector, is het wel duidelijk dat ons hard getroffen heeft. Hè. Dus niet alleen hier in het zwembad, maar ook in de sporthallen die we hebben. Het is gewoon leeg en je ziet zo'n groot bad als hierachter. Ja, daar horen mensen te zijn, daar horen nu mensen banen te zwemmen. We hebben de doelgroepen waar mensen hun dagelijkse beweging hebben, ook het sociale aspect. Gewoon de hele reuring in het zwemmen, dat mis je. Het is ook vervelend voor jouw collega's, hè. Die moet je gewoon op een andere manier bezighouden. Schoon is het wel, maar schoon is op een gegeven moment schoon. Dus we vonden het heel moeilijk, absoluut. En biedt deze maatregel dan ook hoop voor een normale situatie? Nou, het is een opmaat. Het is een opmaat naar weer gewoon volledig open zijn. Hè. We hebben gisteren de minister-president horen praten over dat we hopelijk richting de zomer met al die vaccinaties weer volledig on tour te kunnen zijn. En daar rekenen we eigenlijk op. Hè. We hebben daar alle vertrouwen in dat daar genoeg over nagedacht is. En dit is een mooie eerste stap. En hopelijk volgen er in die tussentijd tot aan de zomer nog kleine stapjes. En dan is het zo dat we in de zomer weer back on track zijn. En dat zou mooi zijn. Dan heb je een half jaar het heel moeilijk gehad, plus het hele vorige jaar erbij. En dan moeten we weer vooruit gaan kijken.